Ajax leeft ontspannen toe naar de kraker tegen PSV. In het cruciale duel moet een belangrijke stap worden gezet richting de 34ste landstitel. Lasse Schöne hoopt zondag ongetwijfeld op een nieuwe basisplaats. Samen met zijn ploeggenoten kijkt de Deen vol vertrouwen uit naar de wedstrijd in Eindhoven. We staan er goed voor, denk ik. Wedstrijd van zondag hebben we al lang achter ons gelaten. We staan er goed voor. We trainen goed en scherp. Vandaag ook puntjes op de i en morgen de laatste. Zijn we er klaar voor. De finale, dat is eigenlijk de term die iedereen veel gebruikt. Hè. Is het de beslissing in de strijd om de titel? Nou, dat kan je nooit. Kijk, er zijn genoeg wedstrijden daarna, maar het is wel duidelijk. Als je die wedstrijd wint, dan ziet het er heel goed uit. En dan, kijk, daar heb je ook alles in eigen hand. En dat is wat we willen. En dan ligt het alleen aan jezelf. En dan kan je niemand verwijten als je eind van de rit daar niet op de eerste plek staat. Maar wie die wint, staat er heel goed voor. Maar om gelijk te zeggen dat het afgelopen is, dat wil ik niet zeggen. Maar je krijgt in ieder geval wel een mooie kans. Ja, precies. Maar jullie willen ongetwijfeld niet op 4 punten van PSV komen. Dat is wel veel. Ja, dat is wel veel. Nee, dat willen we ook niet. En dat denk ik ook niet. Zoals je zei, we staan goed voor. Ik denk ook gewoon dat wij die wedstrijd gaan winnen. Maar duidelijk, 4 punten is een heel gat. En vooral met PSV in die vorm die ze op dit moment in zijn. We staan er ook goed voor. En wij gaan de 3 punten pakken. Schöne weet wat het is om in Eindhoven een belangrijke stap te zetten in de richting van een titel. Met nog 5 wedstrijden te gaan in het seizoen 2012-2013 verdedigde koploper Ajax een voorsprong van 3 punten op PSV. Ajax won met 3-2 en kon 3 weken later het kampioensfeest vieren. Ik weet nog, Dirk Boerichter volgens mij de laatste 5 minuten of 10 minuten voor tijd inderdaad. Het is geweldig. Dat wil ik graag weer meemaken. Dat was een fantastisch resultaat toen. Als je denkt ook aan de sfeer in de kleedkamer, daarna aan de bus, dan weet je dat je er dichtbij zit en dan, zoals ik zei, dat in eigen hand hebt. En dat willen we nu ook graag. Dat was een mooie middag. Laten we dat weer herhalen. Ja, precies, want wat je zegt, de sfeer was natuurlijk uitmuntend in de kleedkamer en in de bus na afloop. Wat weet je nog van die ontlading? Want jullie wisten toen eigenlijk zeker, dit kan eigenlijk niet meer mis. Nee, zoals ik zei, moet oppassen wat je zegt, maar dit is een geweldig gevoel, ook omdat je concurrent gewoon even opzij, zit, dat klinkt ook, maar dat je daar gewoon van wint en dan sta je er goed voor en dan ga je ook met vertrouwen naar de volgende wedstrijden en dan is de weg niet zo lang naar die mooie schaal. De toon werd in dat cruciale duel in 2013 gezet door Christian Paulsen. De Deense middenvelder had het al vroeg aan de stok met Ola Toivonen en Mark van Bommel. Van Bommel, die wordt meteen hard aangepakt door Paulsen. Dat is overtreding nummer 2, zegt Van Bommel, want die andere maakte die al op Toivonen. Ik weet het precies. De eerste 5 minuten lag, volgens mij was het toen Van Bommel of was het... Klopt, ja, Van Bommel inderdaad. Die 5 keer op de grond lag. Ja, dat is wel gelijk een toon. En dan weten ze ook van, we komen hier om te winnen en niet maar een beetje mee te spelen. Zoals ze zei, geweldige middag en laten we daar weer een mooie middag van maken. Is dat iets wat jullie je nu ook voornemen, hè? Dat jullie meteen erop klappen, zeg maar? Is dat iets wat nu nodig is ook? Ja, absoluut, tuurlijk. Kijk, ze moeten achter ons aanlopen en niet andersom. En wij willen de toon zetten en ook daar. En dan moet je record op zitten en dat hebben we zeker nodig. Hè. En dan hopen op net zo'n mooie middag. Nou, dat zou ik wel leuk vinden, ja.